Bro, mijn computerwinkel wordt veel beter. Let maar op. Dat is zeker niet waar. Dat is zeker niet waar. Ik ga gewoon een supercoole gaming gear verkopen. Wat ga jij verkopen? Ik ga supercoole computers verkopen. Zodat ze gaming gear überhaupt nodig hebben. En dan ga ik dat ook verkopen. En ik ga nu gelijk beginnen met mijn allereerste ding. Namelijk computer parts of zo. Oké, ik snap er nog helemaal niks van. Maar dat gaat wel goed komen hoor. Even kijken. Moet ik zo? Oké, dan moet ik die parts hier blijkbaar neerleggen. En dan, wacht. Ik snap het niet. We moeten echt helemaal gaan bouwen joh. Oh ja, ik moet hem bouwen. Zie ik nu ook. Maar dat wist ik eerder dan jij hoor. Zo, hoppa. En dan hebben we hier een computer. En dan moet ik naar buiten om het te verkopen. Ik ga verkopen aan deze meneer hier. Want die geeft extra geld, denk ik. Ik wil sneller, ik wil sneller. Yo, dat is awesome. Ik heb 4 euro verdiend al. Ik heb 13. Niet, dat kan niet. Hoezo? Hoezo heb jij meer verdiend dan ik? Waar slaat dat op? Ik heb reward. Ik heb al 40 euro. Wat? Ja, ik had een reward kunnen claimen. Ja, ik ook. Boom. Oké. Ik ga deze PC. Kijk eens aan. Doe ik zo. Hoppakee. Hoppakee. Trouwens, ik kan ook gewoon werknemers aannemen, zie ik nu. Hoppa. Ja, ik heb er al 3. En ik wil nog een werknemer. Nog een werknemer. Oké, dan moet ik alleen nog het laatste te doen. Of hoe zit het? Oké, wacht. Als ik nou deze hier zo neerzet. Zo. Hoe werkt dit? Oh, dit is echt zo vet. Oké, kom op. Nog eentje neerzetten. Kijk eens aan. Ah, op een gegeven moment gaat het dus helemaal vanzelf. Daar komt het wel op neer. Ja, daar komt het inderdaad op neer. Nou, ik heb hier gewoon 3 PC's die klaar liggen. Ik ook, pro. Ik ook, hoor. Of ja. Oké, jij mag hem hebben. Over 1 seconde heb ik 3 PC's. Zo, hoppa. En die ga ik nu ook verkopen. 3 keer een basic PC. Ik ga hem aan jou verkopen, pro. Jij staat hier gewoon. Zo, hoppakee. 38 euro verdiend. Let's go. Oké, kom op. Wat kan ik doen? Hire worker. Hoppa. Kijk eens aan. Oké, maar nu moet ik nog wel de hele tijd zelf die PC's brengen. Kan ik daar ook iemand voor inhuren? Volgens mij wel. Er staat hier hire restocker. Zou dat degene zijn die dat doet? Denk het wel. Oké, kom op. Ik moet hier dus al die PC's zo aan hun geven. En dan kan ik daar al die PC's opnieuw verkopen. En ondertussen, hoppa, heb ik weer een reward. Ik heb al 24 PC's verkocht, pro. 24? Ja, 24. En jij? Hoe dan? Ja. Oh, is dat ook weer zo'n reward? Ja, ik zie het al. Nee. Ik mag je reward dadelijk doen. Dit is helemaal geen reward. Hoe kom je daar nou weer bij? Oh, dat is helemaal geen reward. Nou, ik zie het in ieder geval niet terug in hoeveel geld je hebt, Mick, met hoeveel je eruit hebt. Oké, maar dat maakt niet uit. Ik heb superveel geld, maar dat weet je nog niet. Hoppakee, kijk, ik heb nog meer PC's. Je hebt maar 9 PC's verkocht. Nee hoor, zeker niet. Ik ga nu weer PC's verkopen aan mezelf. Kijk, ik sta hier. Pam. Hoppa. Let's go. Oké, maar waar zijn jouw PC's verkocht naartoe? Ja, met PC's verkocht kun je ook dingen kopen, pro-spelen. Waar dan? Ja, gewoon. Er zijn ook dingen die, waarmee je dat kan doen. Wat is dit? Hey, get back to work. Oh, ik heb iemand ingehuurd die ervoor zorgt dat mensen sneller werken door ze te slaan. Wat er in deze computerwinkel gebeurt, hou je wel voor je, pro, AUB. Oké. Nee, dat zal ik doen. Ik ga echt, mijn computerwinkel gaat keigoed. Het gaat nu al helemaal automatisch. Oh, hier zo. Je kan paintings en planten kopen en zo doen. Oh. Ja, met, daar kan je dus ook nog dingen mee kopen. Ja, aha. Kijk eens aan, we hebben hier weer 4 PC's staan. Zo, hopsakee. Die gaan we weer verkopen. Kijk eens aan, we hebben al 79 cash. En ik zie rechtsboven, pro, jij hebt maar 27 cash. Hoppa. Ondertussen koop ik een mooie carpet. En wat hebben we hier nog meer? Even kijken. Zo, ze hebben alweer 4 PC's gemaakt. Dat moet sneller, jongens. Kom op, werk eens door. Oh, waarom staat hier? Er staat helemaal niemand bij mij waar ik het aan kan verkopen. Jeetje. Ach, wat ben je zielig, zeg. Ja, dat wel, hè. Kijk, als je 650 PC's hebt verkort, kan je ook bijvoorbeeld een nieuwe verdieping kopen. De second floor. Oh, ik ga jou even een PC verkopen, alsjeblieft. Ik ga jou even een PC verkopen. Zo, ik heb een man die PC's repareert. Blijkbaar is dat ook nodig. Zo, alsjeblieft. Ik heb jou weer nog een PC verkocht. Kan ik hier... Kijk, oh, ik kan meehelpen met de PC stillen. Zo, hopsakee. Boom. Hoppa, ik heb hier 10 PC's klaarstaan. En die gaan nu allemaal naar de verkoop. Zo, hoppa. Ik verkoop hier even een paar PC's. Hey, kijk eens aan. Ik heb 100... Het is hard werken die PC's verkopen. Ik heb 138 euro. En weet je, ik koop nog zo'n loopband. Zodat het nog sneller gaat. En dan even kijken. Zo, huren we nog iemand in die dat voor mij doet. Kijk eens aan. Nog een werknemer wil ik erbij. Boom, boom. Het gaat bij mij goed hoor, pro. Het gaat bij mij ook niet. Ik heb al 2 van die banden die zorgen dat er nieuwe PC's komen. Ja, die heb ik ook al 2. Dat is al. Ja, dat is toch zo? Kom eens op. Ah, weet ik niet of dat zo is. Dat is niet zo gemeen. Ja, dat is gewoon zo. Oh, is dat zo? Oké, nee, prima. Ja. Prima. Maar bij mij gaat het nog sneller, want ik heb zelfs al een werknemer daar. Oeh, dat... Ja, oké, dan loop je wel een beetje voor. Ja, dat dacht ik al. Eens even kijken. Oké, we kunnen weer 150 cash claimen bij de rewards, bro. Ja, ik nog niet. Kan jij dan nog niet? Oh, wat jammer voor jou. Eens even kijken. Het gaat wel goed bij mij, joh. We zijn vol aan het bouwen hier. Ze zijn allemaal PC's aan het maken, bro. Het is een snelle business, merk ik al. Ja, zeker weten. Ik heb hier heel veel PC's klaarstaan. Die gaan we ook even allemaal meenemen. Kan ik die... Oh, die kan je ook allemaal in één doos doen van beide, zeg maar. Je kan de verschillende PC's... Auw, ik word aangereden. Oh, jeetje. Doei, daar ga je. Oh, jeetje, mineetje. Had ik nou mijn PC's verkocht of niet? Ja, ik heb mijn PC's verkocht. Oké, we hebben al 28 computers, dames en heren. We moeten even sparen, want we willen meer computers verkopen, zodat we onze zaak kunnen uitbreiden. Ik zie namelijk voor 85 computers kan ik de zaak uitbreiden. Oeh, dat zijn wel heel veel computers, Mick. Ja, dat weet ik. Oh, wacht eens even trouwens. Je kan natuurlijk ook upgrades doen op dat bord. Dat vergeet ik eigenlijk een beetje. Computer value ga ik even omhoog gooien. Daar ben ik ook niet even goed op aan het letten, moet ik zeggen. Nee, dat was ik ook even helemaal vergeten. Maar weet je wat? Ik heb heel veel geld nu, dus dat ga ik nou wel even doen. Ik heb heel veel geld nu? Ja, dat is al. Hoeveel geld heb je dan? 380. Zo. Hoppakee, kijk eens aan. Computer value en snellere conveyor. Oh, you can only hold 2 bags. Oké, dus je kan niet meer... Oh, je kan echt met die... Oh, heb je 7000? Ja, bij mij gaat het lekker hard. No way dat het zo hard gaat. Hoppa. Jawel. Ik verkoop mijn PC's hier. Kijk eens aan. Hoppa. En ik heb er weer €1000 bij. En... wat is dit? Zo. Hoppa. Waarom kan ik dit niet verkopen? Maar hoezo krijg je zoveel geld? 9.1k. Ik ga gewoon hard. Ik weet niet wat jij al aan het doen is. Leg geen geheim uit. Ik heb geen geheim. Leg geen geheim. Je hebt wel een geheim. Wat is mijn geheim dan? Weet ik niet, dat vraag ik je. Oh, echt? Is dat zo? Ja, wat is geheim? Zo. Ja, ik heb hele goede videokaarten. Hele goede videokaarten. Heb je Robux uitgegeven? Nee, ik heb goede videokaarten. Mijn PC's zijn gewoon meer waarde dan jouw PC's. Oké, en hoe komt dat? Weet ik veel. Ik zou ook liever een PC hebben van Mix Computerwinkel. Oké. Ja, ik weet niet wat je gedaan hebt. Nee, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben gewoon heel goed. Zo, vaak. Mijn mensen werken ook harder. Ik denk dat ik ze ook betere salarissen betaalde jij. Oh, dat zal wel weer, dat zal wel weer. Ja, misschien heb ik een beetje Robux uitgegeven. Maar dat maakt niet uit. Natuurlijk. Ja, want, hey, dit is de business, hè? Dit is de business? Ja, dit is de business. Kijk eens aan, nog. We moeten gewoon jouw stomme computerwinkel verslaan en dan moesten we even voor investeren. Heb wat integriteit, jongen. Nee. Dit is de harde wereld, bro. Nee, dit is de harde wereld. Je moet vals spelen om te winnen. Ja, en mijn PC-winkel is de allerbeste! Ja, Mick, je hebt het zelf gezegd. Je hebt zelf gezegd dat je vals speelt. Je hebt het zelf gezegd. Nee, dat was een grapje. Ja, je hebt het zojuist zelf gezegd. Echt, ik heb geen idee wat je bedoelt. Jouw woorden, niet de mijne, jouw woorden. Ja, maar uiteindelijk komt het bij het einde wel op neer dat mijn computerwinkel groter is. Ja, voor nu wel. Ja. Ja, uiteindelijk wel. Hoppa, wil jij anders wat PC's van mij lenen? Zal ik wat bij jou langskomen brengen? Hier. Nee. Dus even kijken. Waar ben je? Kan ik ze hier voor je neerzetten? Nee, dat hoeft niet. Oh, kan ik jouw PC's ook claimen? Dat is fijn. Nee. Blijf weg van mijn computers. Oh, nee. Mijn computers zijn beter. En mooier. Dat is al. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Heb je al de uitbreiding gehaald, bro? Nee, ik heb niet de uitbreiding gehaald, Mick. Even kijken, hoeveel kost het? Oh, de werknemers kosten hier veel geld, hoor. 3k, 3.5k. Oh, wil je nog wat cash komen? Met Robux? Nee, ik doe het deze keer wel niet. Dat is een beetje sneu, hè? Het is inderdaad wel een beetje sneu, Mick. Ben ik het helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Wil jij wat PC's kopen? Ja. Hoppa, wil jij wat PC's kopen? Zo, hebben we weer €5000 verdiend. Hoppakee. Even kijken. Moet ik hier even helpen? Ik ga deze pro-PC's even maken. Zo. Kijk, zo. Ik moet hier even helpen. Oh, joh, deze PC's verdienen kapot veel. Oké, nice. Hopsa. En dan doen we hier een beetje zo. En dan doen we deze nog. Kijk, hoppakee. En dan nemen we deze hier ook mee. Oh, ik weet niet waarom ik ze niet mag meenemen. Maar dat maakt niet uit. Ik verkoop deze wel eerst. Zo, jij wil ze wel kopen. En jij wil ze wel kopen. En hebben we gewoon in één keer €10.000. En Pro heeft 88 cash. Ja, lach me nou eens niet uit, jongen. Ja, het is zo. Ik lieg ook niet om. Kijk, ik heb nu zelfs dat het hier allemaal automatisch gaat. De computerwinkel gaat zo goed. Zelfs jij werkte, Pro. Wist je dat? Jij werkt ook bij mijn winkel, dus. Oh, oké. Nee, ja. Dat je het weet, hè. Maar jij werkt harder in die van mij, heb ik het gevoel. Oh, dus oftewel, ik ben gewoon een betere werknemer. Wist je dat? Dus die reparatie-dingen, dat die ervoor zorgen dat je PC's, dat je geld verdient elke seconde. Die reparaties? Ja, dat is, je hebt van die mensen die computers repareren ondertussen ook. Heb jij ik heb daar wel iemand. En ik heb ook een crypto miner. Oh, heb jij een crypto miner zelfs? Ik vast ook, maar ik heb zoveel personeel dat ik het allemaal niet meer weet. Oké. Zo, oh, je kan ook niet... Wist je dat je niet meer dan 3 dozen kan tillen? Echt heel vervelend. Ik kan er maar 2 tillen. Zo, ja, je kan er dus... Ik ook maar 2. Ik bedoel, ik kan er niet meer dan 2, bedoel ik. Sorry. Oké. Even kijken. Nou ja, ik kan ook niks meer kopen hier. Ik moet maar weer eens naar de volgende verdieping toe, lijkt het wel. Ja, de volgende verdieping. Hou op, Ik kan hier ondertussen wel even wat mooie plantjes kopen. Gewoon een beetje decoratie. Ja, ik weet niet wat het doet, maar blijkbaar willen de mensen wat decoratie hier hebben. Wat hebben we hier nog in de hoek? Een prullenbak. Ja, oké, nou hebben we dat ook allemaal gekocht. Dus even kijken. Ja, dan moeten we eigenlijk wachten. Oh, hier, 64 computers heb ik hier. Eens even kijken. Wil jij 65 computers kopen? Ja, dat wilt hij. Oké, nou fijn. Heb jij al een keer 65 computers in één keer verkocht, bro? Nee, dat heb ik niet, Mick. Oh, nee, dat heb ik niet. Als je wil mag je wel even bij mij komen kijken. Het is echt heel mooi. Nee, ik wil niet bij je komen kijken, oké? Oh, waarom niet? Het is toch een mooie winkel wat ik heb? Nee, het is echt afschuwelijk. Ik heb zelfs een soort van boer die de hele tijd zegt, get back to work! Het is een afschuwelijke winkel. Het is een afschuwelijke winkel, hoezo? Afschuwelijk. We hebben fantastische marketing. Ah, hij is echt super lelijk. Hoezo? Geen mooie winkel. Hij lijkt heel erg op die van jou, vind ik eigenlijk. Maar, dan wordt er wel hard gewerkt. Mijn is mooier. Dat betwijfel ik. Nee, bij mij wordt er harder gewerkt, bij jou wordt er meer achter baks gewerkt. Nou, ik kan je garanderen dat er harder wordt gewerkt, want er zijn meer PC's verkocht. Dat is niet waar. Nee. Wij zijn geitjes. Oké, Mick, maar kwantiteit wil niet altijd beter zijn dan kwaliteit. Waar verdienen we dan meer geld? Even kijken, wat kan je nog meer met Robux kopen? De Golden Touch, 8 keer Cabin Space, Print Speed, Worked. Auw, ik word aangereden met PC's in mijn handen. Oh nee, bro. Ik ga ze toch verkopen. Het ding is dat ik nog 650 PC's, of ja, 500 PC's in totaal moet verkopen voor de tweede verdieping. Hoe? Dat duurt zo lang. Ik ga eens even bij jou kijken. Oh, daar ben ik aan het werk, ja. Ja, daar ben jij aan het werk. Oh, heb je dit nog niet geëxpand? Dat komt eraan, oké? Dat komt eraan. Oh, oké. Dat gaat wel een beetje slow hier bij jou, zo te zien. Een beetje slow hier. Ik heb gewoon een leuke, mooie decoratie eerst gehaald aan de voorkant van mijn... Decoratie? Je hebt hier nog allemaal dingen die je hier moet kopen. Ja. Dat maakt niet uit. Komt vanzelf, komt vanzelf. Je mag wel even bij mij kijken, dan kan je zien hoe jouw computerwinkel er ooit gaat uitzien. Ik weiger. Ik weiger. Nee, oké. Ik ga nu expand. Boom, hoppakee. Ah, oké. Dat heb ik letterlijk 10 minuten geleden al gedaan, hè? Ja, dat heb ik niet. Ja, nee, ja. Ik heb niet verteld dat jij geen Robux mag uitgeven, hè? Dat mag van mij. Dat wil ik niet, Nick. Oh, ik run mijn business eerlijk. Oh, oké. Nou, ik niet. Ja, ik merk het. Ik merk het. Ja, het gaat zo goed dat ik nu bijna zelfs 100k gewoon uit eigen handen heb verdiend. Bijna 100k, jeetje. Hoe moet ik ooit dichtbij komen? Ja, dat weet ik ook niet. De enige manier is ook Robux uitgeven, maar... Nee, ik zat te hopen van, oké, misschien heeft Mick, is Mick niet op aan het letten op de rebirth, maar de rebirth kost 50 miljoen. Oh ja, ik zie het. Bij mij is het nu letterlijk zo dat ik eigenlijk moet wachten totdat er heel veel PC's verkocht zijn, maar echt heel erg veel. Ik moet 400 PC's verkopen, anders kan ik gewoon niet verder. Alleen dat duurt eigenlijk iets te lang. Ja. En je kan ook niks kopen met Robux, wat het sneller maakt. Dat vind ik ook wel een beetje jammer. Dat klinkt als een probleem voor jou. Oh, wacht trouwens. Ik ben lekker druk bezig. 4 keer 2 PC-solds. Oké, nou, 80 Robux, dat kunnen we wel even spenderen. Zo. Dat kunnen we wel even spenderen. Ja. Ah, oké, dus nu gaat... Ah, oké, nu gaat het 2 keer zo snel. Dus als ik nu 35 PC's verkoop... Kijk eens aan. Oh, aan jou. Ja, kijk, dan krijgen we er 70 bij. Nou, dat is fijn, hè, pro? Dat is super fijn. Zo. Wat wil je dat ik zeg? Ja, gewoon... Dat mijn computer... Je mag bij mij komen werken, als je wilt. Ik werk al bij je, blijkbaar. Ja, maar de echte jij, zeg maar. Maar jij werkt ook bij mij, dus. Je mag ook gewoon stoppen met jouw computerwinkel. Gewoon mij komen supporten. Mijn computerwinkel is beter. Er zit meer persoonlijkheid aan. Het is minder... het is gewoon beter. Jij bent die kleine, veel te dure computerwinkel. Maar niet veel te duur. Ik heb wel kwaliteit. Persoonlijkheid. En kwaliteit. En kwaliteit, precies. Ja, maar mijn is ook persoonlijk. En ook kwaliteit. En is heel goedkoop. Ja, ik weet niet of die voor jou persoonlijk is. Of die kwaliteit heeft. Jawel, zeker het heeft kwaliteit. Sterker nog, meer dan dat jij hebt. Want ik heb betere machines en zo gekocht natuurlijk, hè? Nee, oneens. Waarom verkopen mijn PC's sneller als dan? Mick, sneller en meer verkopen wil niet zeggen dat het betere kwaliteit is. Helemaal niet waar. Oh, oké. Helemaal niet waar. Wat wil het dan zeggen? Je hebt goede marketing. Auw! Oké. Je hebt goede marketing. Oh ja, nou moet je ook eens proberen. Dat is het. Het is pure marketing. Nee, Mick, bij mij draait... Je hebt Robux marketing gebruikt. Robux marketing is de beste marketing. Dat is wel wat degelijk waar. Maar, ik noem het investering. Ik noem het investering, oké. Okay. Even kijken, hoeveel moet ik nog? Hoeveel PC's? Oké, we moeten nog 25 PC's verkopen, want we hebben natuurlijk keer 2. En dan hebben we de tweede verdieping! Ja, maar Mick, ik moet wel zeggen, we zitten wel echt heel dicht op elkaar, hè? Het is wel, het loopt wel heel gelijk. Oh, jij hebt... Oh, 1700 heb jij en ik 170.000. Ja, het is een paar nulletjes verschil, dat valt wel mee toch? Oké, bro, als ik deze PC's heb verkocht, boom, heb ik 660 computers verkocht. En dan komt nu de tweede verdieping, let's go. En dan kan ik nu weer nieuwe PC's maken, denk ik. Hire PC Repairman. Even kijken, wat kan ik hier nog kopen? Buy Conveyor. En dan kan ik dit hier kopen, en dit hier kopen, en dit hier kopen, en dit hier kopen. Oh nee, dat nog niet. Oké, en dan kunnen we hier opnieuw, denk ik, PC's bouwen. Insert parts. Oké, waar zijn de parts? Oh, die liggen nu helemaal daar. Oké, ik ben heel benieuwd hoeveel een PC hier oplevert. Op de tweede verdieping. Die moet er echt kapot veel geld opleveren, of niet? Laat maar weten. Ja, ik laat het zeker weten, want jij komt er nooit achter. Dus ik ga er inderdaad niet meer achter komen in deze 2K per PC. Wow, dat valt echt reuze mee eigenlijk. En worden ze nou... Oh nee, even kijken. En dat heet Pro Gamer PC's. Zo, hoppa. De Pro Gamer PC's. En weet je wie die niet heeft? De Pro. Die heb ik wel, die heb ik wel. Maar die heb ik gewoon voor persoonlijk gebruik. Oh ja, ja precies. Ja, maar je verkoopt ze niet. Jawel, jawel. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is wie de beste computerwinkel heeft. Ik weet niet of ik het helemaal eerlijk heb gedaan. Maar, hey, uiteindelijk komt het er wel op neer dat ik de beste computerwinkel heb. En wil je dan nog een leuke video zien samen met de Pro waarin ik niet vals speel? Want ik heb misschien wel een beetje vals gespeeld. Klik dan snel hier, abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik Mick out.